Het geneesmiddel van de week is gentamicine. Gentamicine is een aminoglycoside-antibioticum met een breed werkingsspectrum tegen gram-negatieve micro-organismen. Het wordt vooral ingezet bij ernstige infecties zoals sepsis. Gentamicine wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige infecties veroorzaakt door gram-negatieve micro-organismen, zoals acute en chronische pyelonefritis, sepsis en infecties van botten en zachte weefsels. Toediening in het ziekenhuis is over het algemeen via de intraveneuze route. Oraal toegediend wordt het niet uit de darm geabsorbeerd. De biologische beschikbaarheid is dus nihil bij orale toediening. Vaak wordt gentamicine gegeven in combinatie met een ander antibioticum. En wordt gentamicine al na één of twee dagen weer gestaakt. Meestal is de verwekker van de infectie dan bekend. En kan gerichte antibiotische behandeling ingesteld worden. Het is bekend dat gentamicine ook in lage doseringen, vooral bij herhaaldelijke toediening, toxisch is, zeker wanneer er al nierfunctiestoornissen aanwezig zijn voor toediening. Van de aminoglycosiden, zoals gentamicine, maar ook tobramycine, is bekend dat het antimicrobiële effect sterk gekoppeld is aan de piekspiegel, terwijl de dalspiegel een indicatie geeft voor de kans op toxiciteit. Vooral nefrotoxiciteit en ototoxiciteit zijn berucht. De klaring van gentamicine verloopt over de nier. Bij patiënten met een gestoorde nierfunctie wordt geadviseerd om zowel een topspiegel als een dalspiegel te bepalen aansluitend op de eerste gift. Door die twee waarden is het mogelijk om de klaring van gentamicine te berekenen. De vervolgdosering wordt vervolgens bepaald op basis van de individuele farmacokinetiek. In het verleden werd gentamecine nog wel driemaaldaags gedoseerd, maar de laatste jaren heeft een eenmaaldaagse dosering de voorkeur. Natuurlijk zal een eenmaaldaagse dosering leiden tot hogere piekconcentraties van gentamecine dan wanneer de dagdosering door drie giften wordt verdeeld. Voor de werkzaamheid is dat dus een voordeel, want die is afhankelijk van de hoogte van de piek. Het advies om eenmaaldaagse te doseren is onder andere gebaseerd op een onderzoek van Jan Prins. Gepubliceerd in de Lancet in 1993. In dat onderzoek werd een eenmaldaagse dosering vergeleken met driemaldaags doseren, aangeduid met MD. De effectiviteit was in dat onderzoek niet significant verschillend, maar bij eenmaldaags doseren was er wel minder nefotoxiciteit, zoals te zien is in deze tabel. In het Erasmus MC is de startdosering van gentamicine 7 milligram per kilogram lichaamsgewicht omdat er steeds vaker patiënten komen met een sterk overgewicht, kan de rekensom met 7 milligram per kilogram leiden tot extreem hoge doseringen. Je voelt natuurlijk op je klompen aan dat een patiënt die 180 kilogram weegt niet twee keer zoveel gentamicine moet krijgen als een patiënt van 90 kilo. Immers, gentamicine is een hydrofiel geneesmiddel en zal zich maar in beperkte mate over het vet verdelen. En bij die patiënt van 180 kilo is natuurlijk een overmaat aan vet aanwezig. Er wordt wel aangeraden om in plaats van het werkelijke gewicht van de patiënt gebruik te maken van een aangepast lichaamsgewicht. In deze dia zie je een formule die afkomstig is van Up-to-Date en waarmee je het doseergewicht kan uitrekenen. Bijzondere toepassingen van gentamicine zijn het gebruik in oogdruppels en in kralen die bijvoorbeeld bij een geïnfecteerde heupprothese worden toegepast. Lokaal wordt zo een hoge concentratie bereikt. En het risico op systemische toxiciteit is bij deze toepassingen verwaarloosbaar. Samenvattend. Gentamicine is een aminoglycoside antibioticum met een breed werkingsspectrum tegen gramnegatieve micro-organismen. Het wordt vooral ingezet bij ernstige infecties zoals sepsis. De effectiviteit van gentamicine is afhankelijk van een voldoende hoge piekconcentratie. Terwijl de toxiciteit gerelateerd is aan de dalspiegel. Gentamicine wordt daarom tegenwoordig eenmaal daags gedoseerd en niet meer driemaal daags. Bij extreem overgewicht wordt aangeraden om in plaats van het werkelijke gewicht van de patiënt gebruik te maken van een aangepast lichaamsgewicht om de dosering gentamicine te berekenen.